Hoi, ik stop ermee. 2,5 jaar geleden begon ik met streamen omdat ik dacht dat ik iets kon toevoegen aan het bestaande aanbod. Met mijn meestal rustige instelling hoopte ik kijkers een ontspannen vermaak te bieden. Ik hoopte een community te creëren waar iedereen zich veilig voelde, zichzelf kon zijn. Ik hoopte jongeren te kunnen helpen met hun vragen over lastige zaken zoals het wereldnieuws, politiek, geaardheid, opgroeien, al dat soort dingen. Dat leek me leuk en nuttig. Maar leuk vind ik het al een tijdje niet meer. Dat komt niet door de community die we hebben opgebouwd om de stream zijn. Die is grotendeels fantastisch. Van jong tot oud, Fries tot Belg en zelfs Oostenrijker, een rijk gemeleerde groep mensen. Nee, ik heb geen zin meer in het trollen. De mensen die er lol uit halen andermans plezier te vergallen. Kijk, een paar keer per stream oude zak, pedo, gay of wat dan ook genoemd worden, dat kan ik best handelen. En als ik er niet korte metten mee maakte omdat ik even druk bezig was, dan waren daar altijd wel de mods om het aan te pakken. Dank jullie mods. Maar de fake accounts van vaste kijkers, de bedreigingen, het verspreiden van mijn adresgegevens, het mij opbellen op mijn privénummer, terwijl ik op vakantie ben zelfs, het porno opsturen naar mijn jonge kijkers, dat gaat me allemaal een beetje heel veel te ver. Ik deed dit voor mijn plezier. En nu dat er niet meer is, al een tijdje niet meer echt is, doe ik het gewoon niet meer. Ik ben er klaar mee. Ik heb wel leukere dingen te doen met mijn tijd. Aan hen die de leuke momenten met mij meegemaakt hebben, bedankt. Bedankt voor de toffe charity streams, de coole events, het fantastische opbouwen van een wereld in Minecraft. Sorry dat het zo moet eindigen. Dat was niet de planning, maar het is wat het is. Dus voor de laatste keer, doe lief voor elkaar. Doe lief voor jezelf. Ciao.